Het is eindelijk zover. Vlog 2 van Hoefnagels is aangebroken. En hun speciale project bij Boijmans van Beuningen in Rotterdam. Vandaag ga ik zien hoe de op maat gemaakte deuren die we in vlog 1 al zagen, vandaag worden geïnstalleerd. En waarom Hoefnagels dat zelf doet. Ik ben er klaar voor. Ik mag met projectleider Mario mee op pad. En hij gaat me alles van dit project laten zien. Zo Mario, we zijn in Rotterdam inmiddels. Project Boijmans van Beuningen. Waarom is het nou zo bijzonder? Het is een bijzonder complex sowieso. Ja, dat kunnen we zien. We zijn nu omdat we de deuren naar de derde verdieping gaan transporteren. En dat gebeurt in deze fase van het project omdat het anders heel moeilijk wordt vanwege de plaatse trappen die in het project komen. Ja, dat je net laten zien, want ik zou namelijk zeggen dat het later in het proces komt, dat het pas in de realisatiefase komt, die de deur gaat plaatsen. Ja, dat zou inderdaad zo zijn. Echter, hier dit is het dusdanig complex en er worden dus veel dingen tegelijk geplaatst dat we besloten om die deuren te plaatsen. Nou, we staan hier op het platform. Waar zo meteen de deuren naartoe gebracht worden. Daar in de verte zien we de speciale transportbok. Die is gemaakt om speciaal voor dit project gemaakt in samenwerking met Broeders Vermeer. Die bok die kan in hoogte kan die versneld worden, die kan diagonaal wat bewegingen maken. Nou, we gaan zo meteen zien hoe dat in zijn werk gaat eigenlijk. Kevin en Jeroen, mannen verantwoordelijk voor de montage op het project. Waar let je nou op als monteur? Voornamelijk nou de moeilijkheid hier met brand en inbraak weer een tijd, is de montagevlakte. Nou, hier heb ik dus dik beton, dat is geen probleem. Dan ga je kijken, is het mooi vlak, kun je er goed komen. En dat zijn hier een beetje de uitdagingen. Wat een mooi project hier in Rotterdam. En indrukwekkend vooral, met die hele grote deuren en opmerkelijke spiegels hier aan de buitenkant. Ik kan niet wachten naar het eindresultaat. En ik ga je meenemen naar het eindresultaat, want over een half jaar wordt het hier opgeleverd. En kun je zien hoe het er nou uiteindelijk uit komt te zien. Ik ben heel benieuwd. Ik hoop dat jullie ook niet kunnen wachten, want in vlog 3 ga ik je meenemen naar het eindresultaat.